De blauwe waren vorige keer de zevende partij van België. Volgens Belgische logica leverden ze dus de eerste minister. Ook zij hebben een standpunt over migratie. Vlaming of vreemdeling, iedereen moet werken. En ook zij hebben banden met China. Bij de Chinese president Xi Jinping. Maar als je hen iets kunt verwijten, is het dit. Blijf in uw kot. Ik meen het, hè. De manier waarop de pandemie werd aangepakt was geen lachertje. Niet gelijk dit. Een incident aan het huis van minister van Justitie van Quickenborne. Quickie hield een feestje en toen... hebben dronken gasten op straat tegen een politieauto geplast. Van Quickenborne was toen minister van Justitie, maar hij benadrukt... dat hij er zelf niet bij was. Al snel viel hij door de mand door... de politiebeelden van Quickenborne's gasten. Wat waren die gasten juist aan toen? Die urineren tegen een politiecombi. Maar Quickie toonde ons zijn eigen beelden. Dus op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik een beweging. Die door sommigen zouden geïnterpreteerd kunnen worden als een plasbeweging. Het kan evengoed een andere beweging zijn. En hij gaf zijn eigen uitleg. Kijk een keer goed naar die beweging. Kijk eens goed. Kijk eens goed. Dat lijkt op luchtgitaar. Maar dat geloofde niemand. En al zeker de flikken niet. Het gaat dus inderdaad over smaad tegenover de politie. Het was een plasbeweging. Niet meer en niet minder. Het is ook pervers. Maar dit was minder grappig. Een onbekende in fluojas haalt een geweer uit een kartonnen doos. Het zit in mijn geweer. Een gekende terrorist schoot 2 Zweden dood in Brussel. Al snel bleek dat de man illegaal op het grondgebied was. En iedereen vroeg zich af hoe dit is kunnen gebeuren. Spoiler alert, het was de fout van Quickie. Er is op 15 augustus 2022 een uitleveringsverzoek geweest van Tunesië voor de man. Het is makkelijk om het op jezelf te steken, maar het is nog makkelijker om het op iemand anders te steken. De bevoegde magistraat heeft geen gevolg gegeven aan dit uitleveringsverzoek. Het is blijven liggen. Dat klinkt als excuses en uitvluchten. Ik zoek geen uitvluchten. Ik zoek geen excuses. Zo vertelde hij ons, maar zo zei hij niet aan zijn premier. Ik heb hem meegedeeld dat ik mijn ontslag neem als minister van Justitie. Op het einde van hun beleid lopte ze ons nog dit. Wij de lijn een nieuwe dienstregeling. Iedereen die de bus neemt, en dat zijn dus niet de blauwe, was boos. Boos omdat ongeveer een vijfde van alle haltes geschrapt is en dat de overblijvende haltes vaak alleen op reservatie werken. En in een maand tijd waren er... al meer dan 4.800 klachten over binnengelopen. Aanvankelijk werd er ons verbetering beloofd. Het is zeker niet verbeterd. Ik denk dat het eigenlijk nog slechter is. Dus als uw bus te laat of niet komt, heb je dat te danken aan deze geldwolf. Eigenlijk hebben we meer geld nodig. En dat gaat helpen. Met meer geld kan je altijd meer doen. No shit, Sherlock. Blij dat je ook aan de intellectueel minder begaafde onder ons denkt. That's right.